Toen was ik wel klein. Potje. Hello, good morning, y'all. You all. Het is maandag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Yeah. En ik had vannacht een kans om weer de halve nacht wakker te liggen. Die heb ik gepakt. Oh, ik heb nog helemaal niks gedaan. Ik kom zo uit mijn bed rollen, want ik moest Jola snel op de fiets naar school brengen. En ja, that's mom life, hè? Alle balletjes omhoog houden. En soms dan kan je hem nog net zo opvangen, dat balletje. En Jax die slaapt nu, dus we zouden eigenlijk reeds snel aan het werk moeten gaan. Maar we gaan even lekker een eitje bakken. Even een stevig ontbijtje om weer stevig er tegenaan te kunnen deze maandagochtend. Inderdaad. Yeah. Ja, Jax die was dus wakker vannacht. Zomaar. We zijn zo verwend met dat doorslapen dat we nu denken van wat is er aan de hand? Oh, dit heb ik nodig. Chidrans met kiwi. Goed begin van de dag. Yeah. Let's start the day. Ik ga trouwens vandaag een paspoort laten maken voor Jax. Dan moeten we dus ook een pasfoto laten maken. Oh, hoe gaat dat met een baby? Het is zo leuk. Ik heb dat laatst ook gezien bij Marlieke. Die had een pasfoto van haar babytje laten maken. Die was hilarisch grappig. Ik hoop dat die van Jax ook zo grappig gaat worden. Hij is al wakker. Bewel hoorde ik. Bewel. En ik zag net dat ik ook nog een afspraak heb vanmiddag voor een eventje, een kick-off van een hele leuke campagne. Dus ik moet hem vanmiddag even bij papa laten. Dan gaan we weer proberen te plannen tussen twee voedingen door. Dus ik ga ervan uit dat dat wel gaat lukken. Gewoon even voeden voordat ik wegga en dan snel weer terug. Straks een heerlijke stevig ontbijt dat blijkt aangebrand. Omdat, ik ging Jax eruit halen. Bah, dat gaat het niet meer worden. Onze vaatwasser is trouwens stuk. Dus dit is nu de situatie van de afwas. Ja, we moeten weer de afwas doen hier in huis. Even tijdelijk, totdat het ooit gefixt is. Geen idee wanneer. Yes, de vlaggen kunnen uit. Ik heb mijn levies weer aan. Dat is echt geweldig. Ik moet zeggen, ik had hem van de week al een keer eerder aan. Dat was niet zo'n heel erg groot succes. Dat was, vorige week was dat. Toen was ik dus op dat event van Specsavers. En toen moesten we gaan lunchen op zo'n tafel dat je alleen zo kon gaan zitten. Maar ja, die levies die stond nog helemaal strak. Die kwam ook nog net uit de was. Dus ik moest echt zo en zo gaan zitten. Maar nu heb ik hem dus inmiddels twee keer aangehad. En nu kan ik ook gewoon dit doen. Bijna. Nou ja. De beweging komt erin. Ik denk dat hij nog een heel klein beetje aan de strakke kant is. Maar hij kan toch wel weer aardig aan. Ja toch? Ja oké. Okay. Kan nog wel iets losser. En nee, ik wil niet dunner zijn. Niet mij verkeerd begrijpen. Maar ik vind het gewoon fijn als ik mijn oude kleding weer aan kan. Omdat ik gewoon gehecht ben aan deze kleding. Ja! Like it's meant to be! Ik heb gewoon parkeerplek voor de deur. Halleluja. Anders was ik gewoon te laat. Park mobiel. Let's go. Wat vinden jullie trouwens van mijn jasje? Van de Mango. Ik hou ervan. Ik had deze al gekocht toen ik zwanger was. En toen hing die al een soort van klaar om ooit aan te doen. En now is the day. Finally. Dat ik hem pas. Ik ben weer thuis bij mijn lieve mannetje. Yeah. En dan snel eten maken. Nog geen idee wat. Ik weet niet eens wat er is. En ik heb geen boodschap gedaan. En dat ga ik nu ook niet doen, want ik moet meteen weer terug naar huis. Bart heeft even snel gesport in de tussentijd. Dus dat is wel al gebeurd. Dus die kan mij vanavond mooi helpen. Mam, we gaan een kleine stukje stop. En dan mag jij alleen op die kant gaan. Ja? Je mag er niet vanaf. En dan moet je niet raden, maar moet je zeggen waar diegene zit. Oké, raden jullie maar over welk spel Jola het heeft. Iets wat ze de hele dag heeft gespeeld.
Het eten is weer pannenkoeken geworden. Lekker met slechts. Ja. We hadden nog over van gisteren. Dus ja. Ja, ja. Lekker. Wisten jullie dat Jola altijd ongeveer 20 keer achter elkaar dezelfde films kijkt? Vooral Vaiana en Finding Dory. Wat we dus even wilden vertellen aan jullie is dat op dit moment de films te downloaden zijn via Download & Keep op iTunes. En ze zijn nu goedkoper. Dus alvast voor de vakantie, misschien wel handig. Misschien ook wel handig voor jou, joh. Je kunt ze dus gewoon blijven kijken, want je downloadt het één keer en dan heb je het. Daarom heet het Download & Keep. Dus je houdt het gewoon op je device of waar dan ook, waar je het hebt opgeslagen. En dan kun je het gewoon eindeloos vaak blijven kijken. Zoals ik altijd doe, 20 jaar. Kan je door de auto kijken? Ja, want jij kijkt heel vaak dingen dat je verbinding moet hebben, maar dit kan dus ook zonder verbinding. Dus je kunt een hele digitale collectie aan films opsparen. Wat zijn jullie favoriete Disney films? Want wij zijn heel erg Disney fan. We zijn ook een keer in Disneyland geweest. Ja, dit waren wij in Disneyland. Toen was ik wel klein. Potje. Potje. Ja, ik heb daar ook een filmpje van. Misschien kan ik die in deze vlog nu verwerken. Stoppen. Pop. Adios, mama. Wow. Oh my goodness, adios. Ah, schattig was dat, hè, Jola in Disneyland. En ze is ook in zelfs de Hotel of Terror, heette die zo, Bart? Tower of Terror is ze ingeweest. Oh ja. En ze was toen 5, hè? 5 jaar was ze. Wat zei je toen ook weer dat je eruit kwam? Ik ga er nooit meer in. Nee. Nee, je huilde niet. Nee, je huilde niet. Echt wel? Nee, echt niet. Echt wel? Nee. Ik vond het vooral eng omdat Jola naast me zat. Die had ik echt helemaal zo vast. Nee hoor, wat Bart. Heb ik er aangedaan? Ja, jij zat tussen ons in, geklemd. Helemaal. Oké, mensen, wie ons uitnodigt voor Disneyland, gaan erin. Ja. Check in de beschrijving hieronder ook eventjes de info over de iTunes Store. Hallo, goedemorgen deze dinsdag. Kijk eens hoe zelfstandig mijn Joltje is. Ze is helemaal zelf haar brood aan het maken. Ik was nog niet helemaal klaar met douchen, ik was me nog aan het omkleden. En toen zei ik, kan je vast zelf even je brood smeren? Het begint trouwens wel aardig te zien dat ons vaatwasser niet meer doet, want de afval staat er nog. Wie van jullie heeft daar nog meer last van? Ik kan dus niet ontspannen wanneer ik weet dat er nog eten op de keuken staat en viezigheid. Het is echt heel vervelend. Ik zou ook liever willen dat ik het gewoon kon loslaten hoor, echt. Ik ben weer ready met mijn jasje. Oeh yeah, ik ben er nog steeds blij mee. Rock and roll man. Ik heb ook zo'n elastiek via United Wordo besteld. Maar nu ben ik heel even de naam vergeten. Liz. L-I-Z. Ja. Superleuk. Super blij mee. Ik ga met Jax de pasfoto maken voor zijn paspoort. We gaan een paspoort laten maken. Dat zouden we eigenlijk gisteren al gaan doen. Maar dat is er niet van gekomen. Omdat ik toen in één keer die afspraak had. En druk weer tussendoor. Dus, en het kan maar voor een bepaalde tijd van de middag. Dus nu gaan we. Zo. Waar sta je dan? Wat gaan we nou doen, hè? Ja. Ja? Ja, ik vind toch altijd van die foto's wel de eerste. Ze zijn zo klein. Kijk maar. Ja hoor. En ik maak me wel zorgen dat hij een schrammetje had, maar. Nee, dat, die foto's worden ooit nog wel mooier, schat. Hé? Hey meiden, ik moet jullie wat vet grappigs laten zien. Kijk, ik heb net pasfoto's laten maken voor Jax. Mag ik zien? Ja. Check je? Wat? Kijk. Jullie daar.
Nee. Oh, hij lijkt er wel op. Ja, oh, nou in het echt is hij wel iets knapper, toch? Ja. Waarom ging hij lachen? Hij kijkt zo van, moet dit? Moet dit? Oh nee, lachen, dat mag niet, toch? Nee, nee, mag niet. Je moet juist zo kijken. Hoe? Nou, ik lach gewoon om het pas. Zo relaxed van heel even alleen in de auto zitten. Heel even keihard mijn eigen playlist luisteren. Love it. Ach, deze. 2 jaar geleden Ibiza. And I know she'll be the best of me. At least we'll bump in her. And she'll always get the best of me. Dat zo grappig is, als er nu 1 iemand langs rijdt, dan gaan we kapot. Terwijl als ik dit online zet, dan zien ongeveer 10.000 mensen het. Weet ook nog niet of ik dat ga doen. Het is 7:30 en wij gaan aan ons avondriedeltje beginnen. Dat wil zeggen Yola naar bed brengen en dan Jax in badje doen. En dan hopen dat hij na zijn voeding van 9 uur lekker tevreden zijn bedje ingaat. En lekker de nacht doorslaapt. Hè? Nou, hartstikke bedankt voor het kijken weer voor vandaag. Tot morgen, woensdag. Want ja, dan gaan we weer naar het consultatiebureau. En dan weet ik ook weer hoeveel die weegt en zo. Superleuk, hè? Ja. Niet vergeten te abonneren, want dat is gratis. Dankjewel. Doei doei. Rock that joint.